iedereen er? Oké, we willen gaan beginnen. Bandieten. Jij, achtergrond. Sheriffs. Oh, fysicist. Kijk nog even of de make-up goed is, oké? Oké. Hoofdrolspeler, jij bent het. Achtergrond. Ik ben niet de hoofdrolspeler, hè? Ga niet denken dat je bijzonder bent, oké? Jij. Doodgraver, meneer. Oh ja, tuurlijk. Oh ja. Wat is deze meetlid? Bankdirecteur. Bankdirecteur en saloonmeiden. Oké? Okay. Oh, make-up goed. Wat heb jij nou weer gedaan? In je oog gepreven? Ja, een beetje. Kom hier, dan doe ik het overnieuw. Schiet wel op, want we willen beginnen. Oké? Okay. Cameraman, cameraman. Ja. Oké. Okay. Ja. Je had best de camera even mogen opladen. Oké. Okay. Komen we rechts. Oké? Okay. Ja. Goed. Iedereen klaarstaan voor de saloonscène. Oké, okay. Stilte ontzetten en cameraman! Daar heb ik veel betere belichting dan daar. Het moet juist donker zijn, oké? Okay? Stilte op de set! En actie! Take 1! Weer graag! Doe mij maar ook gelijk 1. Hé, hey, dat is lang geleden. Ja, hoe lang geleden ongeveer? Ik zou niet weten, in ieder geval lang. Ja, ik wel. Cut! Wat doe je? Je zit gewoon te flirten met die camera. Ja, dat moet ik ook doen. Ik ben hier de hoofdrolspeler. Ja, jij komt later. Ja, maar ik wil snel in beeld komen. Ga nu maar gewoon even praten met die achtergrondspeelster, oké? Okay? Oké, okay, stilte op de set. Actie. Take 2. Nog een biertje. Alsjeblieft. Nee, oké. Okay. Nee, oh ja, dat doe ik. Nu zit ik hier gewoon weer doorheen te praten. Ja, dat moet toch ook van jou? Je hoort hen bijna niet meer. Ja, dus? Als ik bedoel, ga even een praatje met haar maken, dan bedoel ik natuurlijk playbacken. Dan moet je het beter uitleggen. Of jij moet beter luisteren. Ga nu maar doen. Oké, stilte op de set. Actie. Take 3. Gaat het eigenlijk goed dat je zoveel doet? Ja, ik heb zoveel geld dat ik een nieuwe kluis moest kopen. Dus ja. Bieren. Jij nog? Alleen nog hier. Hands up! Doe je een rondje voor de hele zaak, vind ik heel erg jammer. Zakken en de kassa leeg. Nu! Waarom dat? Ik heb hier een veel grotere buik, een beetje. En dit dan? Laat hem vallen, man, niets. Wapens neer. Tegen de muur. Weet dat ik met haar volgens mij jij niet. Oh ja, dat zal u wel bewijzen. Leven of zo. Dit is leven. Groenling. Stop, stop, wacht eens even, regisseur. Als hij op de grond gaat vallen, gaat al zijn make-up eraf. Ja, stuntman. Stuntman. Wist je? Oké. Terugkomt, oké? Okay? Mag ik het geld? Ik stort het wel op je rekening. Heb ik niet.
veiliger! Overnieuw. Ja, tuurlijk. Het is een werkdag, hoor je het wel. Ja, maar er zitten ook nog pauzes in, hè? Ja, daar hebben we het nu even te druk. Ja, luister. We zitten hier al uren aan het werken. Ik heb nu even pauze nodig. Je gaat toch niet over de deadline van de film heen voor een donut? Ja, ik heb wel. Dus waar is die donut, jongen? Donut! Hey! Hey. Ik heb een donut. Ik heb een hard bij. Ik heb hem niet nodig. Debbie! Hey, hoe staat het met de dans van het promofilm? Ja, die moeten we nu gaan doen. Oké, iedereen klaarstaan voor de dans van het promofilm. Als je deze scène nu gewoon even doet. Oké, maar doe deze maar één keer. Oké, als het goed is. Meneer de regisseur, ik zoek mijn lenskap. Ja, zoek die maar een andere keer. Ja, maar ik heb mijn lenskap nodig. Hoezo, ik moet nu filmen. Oké, stil tot de set. En actie. Nee, vier. Ik ga vermoorden. Ha 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 ha.
Dat! Zie, je kunt het wel. Ja, voor die salaris. Ja. Oké. Nou, ik ben erachter gekomen dat de lenskap precies zat waar hij hoorde, namelijk op de camera. Oké, opnieuw. Nee, ik ga eigenlijk niet opnieuw doen hoor. Oké, jawel. Je hebt alles gekregen wat je wou. Extra salaris, je hebt zelfs een donutpauze gekregen. Ja, maar je hebt toch al gehoord dat ik het maar één keer zou doen, niet zo? Ja, als het goed was. En het was ook goed, dat zei je zelf. Ja, jij wel, maar camera werkt niet. Ja, maar ik ga je niet opnieuw doen, niet zo. Hé, tuurlijk wel. Je hebt deze rol zelf gekozen. Je hebt er zelf auditie voor gedaan. Ja. Hé, jij gaat nu gewoon doen. Wacht tot de pers dit hoort. Johnny, sinds dat jij hier bent, loop je alsmaar te klagen. Je kunt je niet gedragen en zit maar naar aandacht te vragen. Ik zorg ervoor dat deze film zal slagen. En daarin heb jij niet eens de kleinste bijdrage. Dus ik zou het niet wagen mij nog uit te dagen. Want dan word je bot en blauw met de rode waas. Jong, zeg je één ding. Ik ben de baas. Je zegt dat ik moet huilen, maar je zag hem dat me willen ruilen. Je bent misschien de baas, maar ik heb een contract. Je gedag is van de boze, maar je hebt me uitgekozen. Want anders leef je als deze zwerven in dozen. Hey, misdaad van de vers van de pers. Ik ben de ster van de show. En ga met me, wij gek. Heren, mijn regie, zoals het ook echt nooit is, nee, want ik ben de baas, jij bent het waas. Waar wanneer wil je mij opstellen? Het is nog lang niet afgelopen, zou je nu wel hopen. Maar kijk uit, waar heb je dus? Stop, bam, je zag niet dat ik kwam. Ga nu maar janken bij je man. Je zult hier nooit meer klagen, want ik heb nieuws voor je. Je bent ontslagen. Wat? Ontslagen? Ontslagen? Is hij helemaal gek geworden? Ik wil even met u praten over de hoofdrol. Ja? Ik heb gehoord dat hij vrij is. Ja.
Dat kan misschien niet kunnen spelen. Ik zie het al helemaal voor me. Ik zie al helemaal voor me dat iedereen in de bioscoop zit flauw te vallen omdat jij op dat boek verschijnt. Oké, is goed. Meneer de regisseur, ik ben nog steeds. Nee, je moet echt iets doen aan de achterdeur. Wat? Maar meneer de regisseur, nu heb je in de film. Gewoon een klein rolletje. Kijk, ik weet niet of je ergens nog een baan kan krijgen. Misschien hoogstens een baantje bij de Vibra of zo. Oké, Ik heb een achterrol aan, dan heb ik goud. Ik heb al gezegd dat ik je geld zou geven voor je doos, oké? Okay? Geef de rol dan. Nee, oké. Okay. Het is de... Kom, jij... Volgende keer dat je hier komt, bel ik CIA of zo. Oké? Okay? Beveiliging! Kom eerst hier. Nee! Doe de achterdeur dit keer dicht, oké? Okay? Ja. Ik heb last van mijn rechterbeen, mijn linkerarm en ook in mijn hart. Oh, in je hart? Ja, sinds ik hier zo zit, is niemand me komen bezoeken. Zwemvoeding. Nou, zit er wel een plan bij? Ja, de handdoek en de spuit. Spuit? Nee, ik hoef geen spuit. Ik kan gewoon naar huis gaan. Nee, ik ben nog niet genoeg hersteld. Hallo, ligt Johnny Rep hier misschien? Ja, ik denk aan dat hij zijn vrouw is. Oh, nou, eigenlijk ben ik zijn oude collega uit Hey, hallo, Johnny, hoe gaat het met je? Hallo, goed. Een beetje, denk ik. Heb je nog ergens pijn? Alleen last van mijn rechterarm. Nee, 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 linkerarm. Toch ook in uw hart? Ja. Nee, hoor. Helemaal niet. Nou, we moeten wel goed blijven liggen, want je bent nog niet voldoende hersteld. Ja, zuster. Hier komt de spijt. Nee, zuster. Nee, zuster. Niet met de deur slaan. Ja, zuster, nee, zuster. Neem wel een medicijnen in. Ja, zuster, nee, zuster. Dan word je snel weer goed. Ja, zuster, nee, zuster. Kan je doen wat je het liefste doet. Ja, zuster, nee, zuster. Het ongeluk was best wel heel erg tragisch. Nu ben je hier, maken we je weer magisch. Hier in het ziekenhuis. Ja, zuster, nee, zuster. Is het toch altijd juist? Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster. Nou, meneer, u bent ontslagen uit het ziekenhuis. U mag gaan met uw vriendin. Nou, vriendin, weer een hele goede collega. Oh, oké. Okay. Dag, meneer. Ja, ze neemt meneer. Dus we moeten geen nieuwe lessen. Nou, ik speelde. Oké, de opnames van de film zijn gestolen. Gestolen? Ja, en u wordt er altijd een duurt heeft gedaan. Wat, ik hè? Nee, hij kan het echt niet gedaan. Ja, hij wel even mee naar het bureau. Dat ook nog weer. Is iedereen er? Ja, dank u wel. Oké. We gaan nu de scène doen dat bandiet begraven wordt. Oké? Ja. Oh ja, als jullie zien, hebben we een nieuwe hoofdrolspeelster. Die was eerst achtergrondspeelster, maar nu is ze dus hoofdrol. Het is misschien een beetje wennen, maar we gaan het gewoon proberen. Kijk hoe het gaat. Oké? Iedereen klaar? Acties. Take 5. Thank you.
neergeschoten. Wie denk je wel dat ik ben? Ja, het is 50-50 schoen. Ja. Ik geloof okay, goed als ze hart niet meer klopt, hè? Wat denk je? Natuurlijk klopt hij niet. Waarom dan niet? Waarom ben je gegaan? Je had het hier wel makkelijk kunnen winnen. Maak je geen zorgen. Jouw leven zal niet lang meer duren. Ik zal je snel zien. Maar hij zou alleen een ander leven, want ik wil wel zorgen als het geld krijgt. Tuurlijk, man, ik ben niet. Wat doe je? Ik zei dat jij later kwam. En je hebt de schot wel. Ik heb haar. Oké, ga nu gewoon daar staan, oké? Je hoeft niks te doen om later. Blijf daar gewoon staan. Ja? Ook geen Belang geven dat mijn geld veilig is. Tuurlijk wel, ben je gek? Hey, ik zei daar staan, daar op je plek naast de stuntman. Ga dat niet af en toe doen hoor. Ga dus gewoon piep, daar piep, op je piep plek staan, oké? Okay? Zit op dat hij niet kan, laat mij het dan gewoon doen. Ja, spray shot, hè? Ga hier weg. Nee, daar kan het. Ja, weg. Dat is bijna nooit. Dan komt later dan. Oké? Voor de derde keer, volgende keer ga je gewoon uit, hoor. Stilte op de set, actie. Zeker, zeker. Gewoon uit, hoor. Stelt op een set! Dit vind ik het goed, hè? Hij moest nog dramatisch inzoomen. Ik heb het helemaal gehad met jou. Wat doe je hier eigenlijk? Oké. Weet je, ga gewoon weg. Je kunt er niks van. Oké. Dat heb ik ook nog. Heren, jullie worden verdacht van het stelen van de tapes. Ons rechercheteam heeft een paar bewijzen gevonden en wij zullen ze nu tonen. Louis Barry, wij hebben van jou op de plaats waar de band voor het laatst gezien is, vingerafdrukken gevonden. Of Zwerver Henkie. Wat deed hij de hele tijd op de set? En wat wij ook nog hebben gevonden, een kledingstuk, een vies vuil kledingstuk in de regiekamer. Laat maar zien. En Johnny Crab. We hebben geen bewijzen, maar we hebben wel ernstige verhalen gehoord van de set dat hij nogal een hekel had aan de regisseur. Zou het niet kunnen dat hij uit wraak die banden heeft gestolen? Ons rechercheteam die gaat het nu onderzoeken. Dat de oude hoofdrolspeler Johnny Depp terug heeft genomen. Hij had er zelf ook wel een beetje spijt van. En de vorige was gewoon waardeloos. Maar we zullen helemaal overnieuw moeten beginnen met de saloonscène. Ik krijg het niet over weer. Gent, we hebben hier helemaal geen tijd voor. Wat willen jullie? Ik heb het bij het gemiddelde interview, want de band die gestolen was. Ja? Yes. Maar wie heeft hem gestolen? Hij heeft het echt gedaan. Waarom heb ik het? Kom mij naar beneden.
één scène. Oké, iedereen van de kast even wel, oké? Oké, dit is ons laatste scène. Jij, cowboy, alleen loopt van de bekende wereld naar een nieuwe onbekend avontuur. Oké. Waar moet staan? Nee, toch niet. Oké, kun je dat? Ja. Stil. Klaar. Actie. Kut! Kijk, het is ons gelukt. Best wel goed, maar toch moeten we door. Het is weer over.